tijd vandaag al. Ik ga vandaag bellen met mijn goede vriend Henk Veen. Je kent hem wel, de bekende kunstenaar en de ontwerper van de X-Support Phonix T-shirt. Die man zit op dit moment gewoon lekker in Parijs voor een belangrijke expositie. Henk Veen, goedemorgen. Goedemorgen, Fernando. Hoe gaat het? Alles goed? Ja, lekker man, lekker. Wat doe je in Parijs? Vertel me. Nou, er is een grote expositie in het Louvre in Parijs. Mm-hmm. En er komen ook allemaal Nederlandse, allerlei delegaties van allerlei landen. En ook een Nederlandse delegatie. En daar zit ik dus ook bij, dus ik exposeer in het Louvre. Wauw, bij de Mona Lisa die dan aan de linkerkant naar je aan het kijken is van... I am right here. Vertel, wat ga je allemaal tentoonstellen dan? Nou, iedereen heeft een landenwedstrijd. Nou, wij hebben dus 10 Nederlandse kunstenaars. En dan hangen we allemaal een doek op. En dat is zelfs een wedstrijd, jongens. Ze gaan zelfs kiezen welk doek het beste is of wat er ook is. Dat is allemaal erg interessant gedoe allemaal daar al. Wauw, en jouw doek doet ook mee dan? Mijn doek doet ook mee, ja. En wat kun je winnen? Dat wil ik natuurlijk altijd weten. Ja, geen idee. Volgens mij is dat de eeuwige roem of zo. Dat is het dan, denk ik. Of voor altijd in een Louvre staan met je werk? Ja, zoiets of zo. Ja. Dus, maar het is wel bijzonder interessant hoor. Want gisteren was de opening. Mm-hmm. Nou jongen, je kon over de hoofden heen lopen. En als de Nederlandse ambassadeur hier in Frankrijk was gekomen. Ja? Ja, Hugo Siebles, die was speciaal voor de Nederlandse delegatie gekomen. En eigenlijk zou Nicolas Sarkozy zou ook komen. Die zou het eigenlijk openen. Is net Frankrijk. Alleen ja, hij moest naar Brussel toe om de euro te redden. Dus dat ging het dus niet door. Ja, het gaat even voor. Dat gaat even. Ja, dat vind ik wel flauw hoor. Dat vind ik flauw hoor. Die euro. Ja, die kut euro. Gewoon, ik wil mijn gulden terug. Ja, ik wil mijn gulden terug. Nee, dus, maar goed, helaas, hij moest daar naartoe, dus... maar goed, de Nederlandse ambassadeur is natuurlijk ook al wat te doen, dus ook wel top. Mm-hmm. En heb je nog kunstideeën kunnen opdoen? Ik bedoel, hebben we weer nieuwe dingen nog? Ja, doe je daar ook inspiratie op? Ik kan me voorstellen, als je in Parijs komt, waar kunst en cultuur ook leeft, bruist energie, en joh, de Franse taal. Ik zou er geen mannenmoer van verstaan, maar dat maakt niet uit. Maar word je daar ook geïnspireerd daardoor, of... Nou, ik versta er ook aan schrijnende malle moe van, maar ik word wel ontzettend geïnspireerd, ja, hier al. Dus je hebt echt heel veel leven hier op de straat. Ja. En ja, ook clochards natuurlijk. Je hebt ook wat mij ook opvalt, gewoon mensen die gewoon bevelen op de straat. Hier, en dan weet ik niet of dat... soms lijkt het wel een hele groep die overal bedelt. Ja. Soms zijn er ook echt mensen die gewoon echt gewoon een zwerver zijn of zo, weet je wel. Maar in ieder geval, door dat soort toestanden krijg ik wel genoeg inspiratie op het schilderen. Ja, dat is echt wel een week aan het leven gegrepen, zeg maar. Oké, nou ik wens je in ieder geval heel veel succes in Parijs. En zorg gewoon dat je die prijs wint ook nog erbij. Neem de prijs weer terug naar Nederland. En wanneer kom je weer terug trouwens? We komen maandag weer terug. Oké. Thank you very much, Henk Veen. Succes aan je vrouw en tot gauw. Graag gedaan, man. Au revoir!